lezen we eerst even de werkopdracht. Wat hebben we nodig voor het snoeien? Ik ben bezig met de praktijkleerlijn assistent medewerker groen leefomgeving. Zorg dat je, ja, dat je alles bij hebt. Ik ben eigenlijk 13 jaar lang stratenmaker geweest. Mijn knieën begeven. Ja, toen ik net bij de WSD aan de gang ging, denk ik, nou, als ik dit jaren moet doen, dan hou ik dat niet lang vol. Maar ja, toen ik eenmaal deze kant op kwam, ja, toen kon ik veel meer dingen gaan doen, veel meer afwisselend werk. En dat is wat ik graag doe. Het doel is dat hij zichzelf steeds meer vaardigheden in het groen aanleert. En dat hij de mogelijkheid heeft om door te stromen. Ja. Hiervoor had ik al de cursus Groene Vingers gedaan. Dat vond ik al heel leuk. En ja, toen kwam er een vervolgopleiding. Dat was dus deze opleiding. Ja, en die heb ik weer met twee handen aangegrepen. Ja, ik vind het heel leuk om mensen die praktijkervaring door te geven. Je haalt er een diploma van, geen certificaatje, het is echt een diploma. Dus voor die jonge jongens, die kunnen dan straks lekker uitstromen, bijvoorbeeld naar een regulier bedrijf. Dan kunnen ze zeggen, kijk, ik heb toch deze cursus gedaan. Ik heb verstand van dat en dat en dat. En ik denk dat dat voor een hele hoop jonge jongens toch wel interessant is. Ja, ik ben trots op Rob, want ja, in feite moeten wij verschillende ploegen aansturen. En dan kunnen wij niet continu bij de ploeg zijn. Alleen dan is Rob eigenlijk een karttrekker die en de vaardigheden heeft en ook nog zorgt voor alle randvoorwaarden en nog collega's mee kan nemen om het samen te doen. En het vertrouwen hebben wij in Rob, daar zijn wij trots op. Hier word ik gewoon gelukkig van, dan weet ik gewoon waar ik het over heb. En dat is voor mij heel belangrijk.